mensen, welkom bij een nieuwe video op de vloer. En vandaag spelen we Clash Royale. We gaan voor die 500 likes. Ben je geabonneerd te abonneren? Gebruik even de creator code Floris als je dat nog niet gedaan hebt. En ja, abonneer. Maar wij gaan vandaag spectaten bij Sjoerd. En Sjoerd is best wel vaak al op dit kanaal gekomen. Het is echt een hele, hele goede speler. En ik ben super blij dat we vandaag bij hem kunnen gaan spectaten. Hij staat op dit moment 153. Van de wereld, niet normaal. En hij speelt, moet je kijken trouwens, 2018, 19, 21, 22, 23. Insane profiel. Maar hij gaat spelen met Royal Giant en dit keer een keertje niet met de Little Prince. Want die is natuurlijk genurfd. En ja, Sjoerd speelt met Royal Giant Lightning. Insane gameplay. Super leuk om te kijken. En dat gaan we dus vandaag ook doen. Ik hoop dat jullie zin in hebben. We zijn weer terug met het eerste potje. Eerste potje van Sjoerd tegen UA Neo uit de clan Yunafhalt Sam en Electro Spirit in de back. Ik vind dit soort video's altijd super, super leuk. Ja, ik ben tegelijkertijd koffie aan het drinken. Sorry voor boertje. Super leuk, want ja, het is gewoon insane goede gameplay. Het is gewoon altijd insane goede gameplay. We komen nu tegen Skellies en Electrodraak. En Electrodraak doet me altijd denken aan Elixir Golem. Laten we hopen dat dat het niet is. Log van de tegenstander. En een fishy boy in de back. Het draakje van, of het draakje, het eitje van de Phoenix gaat neer. En daar komt de Elixir Golem aan. Nou, we hebben er zin in, Elixir Golem. Super mooi dekje, maar niet heus. Nu wordt wel de push versneld door die, oh, helaas niet. Door die Elixir Golem naar voren te rammen. Dat was juist alleen maar gunstig geweest, want dan had tegenstander minder Elixir om op te sparen. Deze Elixir Golem wordt redelijk goed gepakt door de bowler. Dus dat is eigenlijk best wel top. We pakken niet al te veel damage. Daar ook een Fishy Boy die Little Prince gaat grijpen. Dat is mooi. Geen ability van de Little Prince. En daar de Bar Barrel om te tanken voor de Phoenix. En dan komt er een delivery aan. En best wel goedkoop. Of nou, niet heel goedkoop. Maar wel een relatief wat goedkope kaartjes van de tegenstander. Zoals Skellies. Als delivery. Om dus dan toch die Elixir Golem snel te cyclen. Phoenix in de back van Sjoerd. En Goblins om die battle hier nog eventjes een beetje af te leiden. En een Electrodraak op de brug. En boom. Sjoerd heeft het gehad. Bam. Inderdaad. Hoppatee. Royal Giant aan de linkerkant. Er komt... Komt er een lightning aan voor de linkerkant? Even kijken. Nee. Hij bestuurt niet de lightning. Want je moet natuurlijk altijd oppassen. Hè? Want als je... Als je zeg maar ja, een elixir achterstand gaat opbouwen tegen een elixir golem, dan ben je eigenlijk wel het haasje. Dus daar moet je altijd wel voor oppassen. Electro Spirit in de back, Phoenix in de back en we bouwen die push, of die push, we bouwen die verdediging op tegen de golem. Bar Barrel daar voor de bowler om te kijken of we een beetje kunnen chippen en de tegenstander gewoon wat extra elixir aan de linkerkant te laten droppen. Wat heel goed lukt, want de healer is nu niet bij de elixir golem. Maar die is nu bij de, aan de linkerkant. En daardoor kan die Elixir Golem push heel makkelijk gestopt worden. En hebben we nu een hele lijpe counter push. Wel een mooie delivery die straks gedropt kan worden. Daar wordt de Little Prince niet gelightning volgens mij. Want die geblokt werd, omdat niet geblokt werd. De Fishy Boy haalde daar de Little Prince weg van de lightning. En we pakken flink wat damage. Maar de tegenstander komt nu met een Elixir Golem. Ik denk dat dit alleen maar ons extra elixir geeft, ja. Je moet ook gewoon niet met Elixir Golems... Oeh, dit gaat wel heel veel damage doen trouwens, die Skellies. Dit is best wel veel Skellies, maar dat maakt allemaal niet uit. Want nog één leiding en het is genoeg. Je moet niet Elixir Golems spelen tegen Sjoerd. Want Sjoerd pakt jou easy. Heel makkelijk eerste potje van Sjoerd. En dat brengt Sjoerd dit moment op een positie. Niet onder 52, want stond hij net al, weet je wat. We gaan gewoon zo leaderboards. Kijken we gewoon via deze keer. Via deze kant. 117 van de wereld. Kunnen we top 100? Ik ben zo jullie terug. Oh, we zijn gelijk bij jullie terug. Ik hoef hem niet te knippen. Nou, even, ik neem wel... Nou, geef me wel even mijn stem... Oeh, wat een tegenstander. Geef mijn stem wel eventjes rust. Ik neem even een rustig slokkie van de cappuccino. Zo lekker. Ik heb een nieuwe koffiezetapparaat. Volg me op Instagram, FlorisVU. Had je dat koffiezetapparaat voorbij zien komen? Maar, weer een elektrodraak. En weer een Little Prince, maar ook een Knight. Dus ik denk niet dat het Elixir Golem is. Maar het kan natuurlijk wel. Pomp in de back. Alright, Zodiac. Komt heel bekend voor die naam. Volgens mij... Allereerste potje... Ja, ik ben bijna zeker trouwens. Allereerste potje dat ik... Allereerste keer dat ik de 20 winst challenge deed.
ging ik 13 om 0. Of nee, ik ging 11 om 0. En toen was mijn eerste los tegen Zodiac. Daar herken ik de naam van. Grappig. Daar in ieder geval de barbarrel. Mooie timing om even de kingtoren te activeren. Wel pakken we flink wat damage daardoor door de elektrodraak. En we komen dus tegen Golem. En Zodiac... Oeh, hij mist de nade op de goblins. Waardoor de kingtoren niet geactiveerd is. En die voor ons natuurlijk wel. Komt er een nieuwe pomp aan van Zodiac. We gaan het zien. We hebben natuurlijk wel de lightning. Dus ik denk niet dat hij meer gaat pompen. Want ja, dan lightning hebben we gewoon. Hij pompt wel. En geen lightning van... Oh, wel. Ik wou zeggen geen lightning van Sjoerd. Want hij ja, had wel 6 elixir. Maar hij had ook al de Phoenix gedropt. Dus ik dacht misschien vindt Sjoerd het overcommit. Maar nee, hij gooit alsnog de lightning. Barbarrel daar om de Phoenix af te leiden. En we staan 3 elixir achter. En komt er dan nu een golem in de back van de tegenstander van Zodiac. Er komt inderdaad een golem in de back van Zodiac. Trouwens, Zodiac speelde precies dit deck ook tegen mij. Echt letterlijk dit deck ook tegen mij in die challenge. In ieder geval. Goblins in de back. En bolen in de back. En als jullie nu denken van Floris, maar die challenge was super lang geleden. Hoe weet jij dit nog? Voor mij was dit een van de, was het letterlijk eergisteren volgens mij. Want ik ben heel veel video's natuurlijk aan het opnemen. Want als jij deze video aan het kijken bent, ben ik in Thailand. Een lightning op defense. Ja, die wouden echt graag nu een nedo hebben, denk ik. Om eventjes die bowler, die golem weg te nedoen. We kunnen nu wel een lekkere counterpush. Want volgens mij... Wacht, hadden we nou al de Royal Giant een keer gedropt? Nee, volgens mij niet. Nee, helaas. Anders hadden we nu de Evolved Royal Giant. Dat had veel damage gedaan. Goblins daar niet al te chill. En een nedo. Een redelijk dure defense daar van de tegenstander. En we krijgen een Phoenixje erbij. Als het niet goed is. Of als het goed is. Als het goed is, maar het is helemaal niet goed. De tegenstander gaat nu pompen. En hij komt ermee weg. Maar ja, dat geeft nu wel Sjoerd de enige kans die hij nog had. Door middel van een Evolved Royal Giant push te bouwen. En op een of andere manier doet hij dat niet. Hij wacht nog eventjes. En Lightning die Electro draakt. Maar daar hebben we nog niet genoeg... Oeh, ik weet niet wat ik van die Nedo vind. Ik weet niet wat ik van die Nedo vind. Dat is 3 elixir weggooien, denk ik. En dan is dit het momentje voor Sjoerd. Om ontzettend veel damage te doen. Zoveel damage dat we winnen. We gaan het zien. We gaan het zien. Nog 1 hitje. 8,63. Bodetje zit op de toren. We kunnen dit pakken. Nieuwe Phoenix komt eruit. Ja, een Lightning erbij. En nieuwe Phoenix eruit. En dan moeten we nu heel snel cyclen naar een Lightning. En we gaan gewoon tellen met z'n allen. Golem gaat op de brug gedropt worden. 1, 2, 3, 4. En daar is geen blok. Bam, en Sjoerd wint ook dit potje tegen Zodiac. Ik was even bang daar. Ik denk dat iedereen dacht dat Sjoerd zou verliezen. Maar die pomp was raar. En dan ook die nedo was niet heel goed. En Sjoerd ramde er gewoon doorheen. Staat op dit moment nummer 1 van Nederland. Is Surgical Goblin voorbij. En staat 88 van de wereld. En we gaan gewoon lekker door. Sjoerd is echt aan het vlammen. We zijn weer terug bij het volgende potje. Oké, kijk. Dit soort tegenstanders ga je dan even tegenkomen. Regalis, Naranja... Uitken, Adopters, Giants. Ja, dit is wat je dan gaat treffen als je top 100 van de wereld staat. Sjoerd, je bent een zieke legend. En we gaan kijken wat hij gaat doen tegen deze tegenstander. Barberretje van Regalis Naranja. En daar een Fishy Boy van Sjoerd. Leeuw Prins in de back. Ik denk even een lightning knappen. Misschien wel even een lightning knappen. Bowler in de back. Oké. En we komen tegen een elektrozijn. Trouwens, een lightning klappen. Wat zeg ik ook. Dat zijn helemaal niet handig zijn. Een lightning geklapt. Daar komt de barbarrel. Kilt helaas niet de Lille Prins. Maar die slag van de barb wel. En dan even goblins om die elektrozijn te DPS'en. En misschien een kicktor activatie. Ik denk dat die te laat is. Ja, die is te laat. Jammer. Tegenstander liegt wel daar ongeveer 1,5 elixir denk ik dat het was. Of misschien zelfs 2. Dus dat is dan wel weer chill. En dan besluit Sjoerd om met een aanvallende Royal Giant te komen. Komt er een barbarrel aan. Neem er wel een Electro Spirit om die skellies te killen. En pakken 2 hits van de Royal Giant. Dat is niet verkeerd. Dat is zeker niet verkeerd. Barbarrel op de bowler. Bowlertje neer. En dan hebben we daar wel een counterpush van de Leeuw Prins. We hebben 2 elixir meer. Hoe gaan we deze stoppen? Even kijken. Komt er een ability? Er komt geen ability van de tegenstander. Phoenix killt de Little Prince. En we regroepen weer. Heel populair dekje trouwens van Regalis Naranja. Die Electro Giant, Little Prince met Bowler. En laatste 2 kaarten zijn Lightning en Nedo. Best wel populair dekje nu van Regalis.
Even kijken wat Shoot gaat doen. Gaat hij Boler op Boler rammen? Ik denk het wel. Nee, hij doet Fishy Boy en activeert hiermee de Kingtoren. Mooie activatie van Shoot daar. En de Kingtoren is geactiveerd. Voor de mensen die dat niet wisten, zo activeer je dus een Kingtoren met je Fishy Boy tegen de Boler. Ik denk dat hier een leiding aan gaat komen. Little Prince Archer en... Nee, weer geen leiding. Little Prince Archer en Toren dacht ik dat dat wel genoeg zou zijn. Maar nee, Shoot speelt het rustig aan. Hoeft ook niet per se die leiding, want hij staat alsnog nu ontzettend dik voor. En daar komt een Electro Giant in de back van de tegenstander. En een Boler in de back van Shoot. Evolved Archers van de tegenstander. Kan gevaarlijk zijn. Kan gevaarlijk zijn. Een Fishy Boy, wel apart. Want die Fishy Boy gaat natuurlijk nu die Electro Giant sneller naar de Kingtoren gooien. Een Lightning, maar die Lightning gaat op de Boler die net gedropt is. En daardoor blokt de Lightning... De Phoenix. En blijft de Phoenix iets langer levend. Daar komt een Fishy Boy aan om die Boler te pakken. Ik zat er heel te denken. Wat gaat Shoot nou doen tegen die Boler? Aan de rechterkant. Maar hij wachtte dus. Cyclede. En dropte opeens een Fishy Boy. En die Fishy Boy ramde gewoon die Boler helemaal de andere kant op. En we staan nu ongeveer 1000 damage voor. Iets minder dan net. En... tegenstander maakt ook langzamer zeker die comeback. Dus we moeten even kijken hoe we dit gaan doen. Boler in de back van Shoot. En ja, we hebben ook helemaal geen defense in dit deck. Hè. We hebben alleen die Fishy Boy natuurlijk. Dus dat kan soms wel problemen opleveren. Daar Electro Spirit om die Archers te pakken. En Goblins om die Boler af te leiden. Heel goed gespeeld daar van Shoot. Fishy Boy gaat de Little Prince pakken. En daar de Ability. Maar die beschermt de Little Prince uiteindelijk niet. En dubbel Boler nu. En we willen zo snel mogelijk... die ability van de Little Prince neer, zodat de Fishy Boy ook de Electro Giant kan pakken. En nu komt er een dubbel Boler en Phoenix aan. Dubbel Boler Phoenix. En een barbarrel eventjes om die Boler af te leiden. Fishy Boy gaat neer, maar de Phoenix blijft levend door de Lightning. En waar is dan die Royal Giant? Waar is dan die Royal Giant? We wachten wel heel erg lang met die Royal Giant. Daar een Lightning op Archers. Klinkt heel gek, maar daardoor zit de Phoenix op de toren en doet ontzettend veel damage. En nu moeten we eigenlijk nog maar één leiding droppen. En winnen we ook het derde potje. En misschien staan we dan gewoon top 50 van de wereld. Het gaat echt insane lekker. Shoot is eigenlijk unstoppable. Het is gewoon echt niet normaal hoe goed hij speelt. Shoot, je bent een zieke, zieke legend. En we gaan door naar het allerlaatste potje. Maar eerst gaan we natuurlijk even kijken hoe hoog Shoot nu staat. Het is echt abnormaal. Hij blijft winnen. 62ste van de wereld. Nog één en er staat gewoon top 50. We zullen die terug. En daar, het laatste potje van de video. En Crazy Hulk is een waardige tegenstander. Wat een potje zijn het, jongens. Laatste potje tegen Shoot. Ik ben echt blij dat ik dit gedaan heb, jongens. Shoot heeft echt gelopen strijden deze video. En gaat hij het echt volledig afmaken door middel van een 4 op rij te winnen. Tegen Hok 2.6 zou dat zo zijn. Ik weet niet of dat een goede matchup is. Ik denk niet trouwens. Ik denk dat dat een best wel slechte matchup is. Shoot, hoe ga je dit spelen tegen Hok 2.6? Hier activeert. Accepteert Shoot en activeert hij de Kingtoren. Accepteert hij heel veel damage om mee te beginnen. En ja, ik denk niet. Het is geen Hok 2.6. In plaats van de Musketeer is de Little Prince. Ik weet niet of dit een goede matchup is. Die tegenstander kan heel snel cyclen naar kanonnen. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Shoot besluit niet aanvallen te gaan met de Royal Giant. En heel slim. Shoot wist dat tegenstander ging pre-loggen. Dat was ook wel. Dat had ik ook nog wel kunnen raden. Dus hij wacht daar heel slim en gooit niet gelijk zijn goblins. Er staat wel gelijk 2000 damage achter. Boletje gaat helemaal niks doen. Oh, dit is onmogelijk, denk ik. Dat het een hele, hele taaie matchup ook is. Ik zei het al gelijk. Kanon en vuurbal. Waarschijnlijk de laatste twee deck. Kaarten moet je kijken. Via de linkerkant ook veel damage. Shoot kan weinig doen. Hij staat echt volledig achter. En ik zie niet hoe hij dit ooit nog gaat goedmaken. Eén elixir ook om die... re-log op de Electro Spirit, omdat de tegenstander weet dat de barbarrel uit cycle is. Dan ben je ook wel heel goed, hoor. Dan ben je ook wel heel goed. Oké. Okay. Ja, ik weet het ook niet. Ik denk dat Shoot dan toch op één keer moet buigen deze video. Want dit was echt, is echt abnormaal hoe je die pre-log ook gooit op die Electro Spirit. Wauw. Oké, maar misschien kunnen we iets geks doen. In triple elixir... er komt een Royal Giant in de back, inderdaad. Ik wou net zeggen, je moet sowieso nu vanuit de back operaten. Om hem gewoon volledig te overwelmen. Dat is denk ik echt het enige wat je kan doen.
Elektra speurt daar en vuurballetje pakt 2 van de 4 goblins. Toren weg in principe. Soms denk ik wel, soort, had je die beter gewoon kunnen... gewoon kunnen accepteren. Gewoon echt één monster push kunnen opbouwen. Oké. Nou. Goeie Electro Spirit! Ja, we pakken ze toe. Oké, maar ja, 1400. Ja, wat ga je doen? Goeie Electro Spirit daar op je Skellige. Maar wat ga je doen tegen 1400? Ik kan nu wel echt alles vanuit de bek gooien. Dat is dan wel weer heel chill. Oh. Skellige ook weer om die Fishy Boy af te leiden. Nu is het gewoon cyclen. Wauw, die tegenstander speelde dit echt, echt insane. Gewoon echt. Echt, oh, goede bode. Echt insane. Het is nog best close ook geworden. Moet je kijken. Je moet buigen ergens. Maar dit is echt insane gameplay van Sjoerd. Laatste potje helaas verloren. Alhoewel dit nog relatief close was. Stel je voor, de Hokka had 1 hit minder gedaan. Dan had hier, ja, had hij ook niet gecycled. En had hij wel iets meer elixir gehad. Maar alsnog was dit close geworden. Zieke comeback nog. Maar toch wel overklas uiteindelijk. Jongens, ik hoop gewoon op de video. Sjoerd, je bent een zieke, zieke legend. Insane gameplay. Ik zie je de volgende video maar even kijken. En tot dan, mensen.